Ja, dat is een heel mooi vondst. Heel grote nymfen. Dat is heel leuk om te zien. Dat zien ze heel vaak. Nu nog vooral drek. We moeten hem even gaan legen. Larven, insecten. Nog een aantal ongedefinieerde dingen. Waterteek, zie ik nu. Wat zijn jullie aan het doen? We zijn allemaal beestjes aan het vangen en determineren gaan we ze straks doen. En dan gaan we, als het goed is, gaan we de verschillende waterstukjes rond de Unie gaan we een beetje met elkaar vergelijken qua wat er allemaal in zit. So today is our applied day of the biodiversity of the Netherlands course. But I think having such a nice campus and then going directly here on the campus and sampling here and seeing how diverse it is actually, only the aquatic biodiversity already. Yeah. Oh, dat vangding daar ook, zeg. Wauw. And what is especially also nice here now with a new sculpture, the musk-leaf beetle, right? The students are now trying to find also the musk-leaf beetle. Je ontdekt heel veel van wat hier dan leeft en wat hier allemaal zit. Het is hartstikke mooi. Ik vind toch die ruggenzwemmertjes, die kevertjes die we hebben gevangen, die vind ik wel heel leuk. Hier zo. Of eigenlijk wil ik zeggen, goed, eigenlijk zijn het geen kevertjes, maar het zijn halfvleugelig natuurlijk. En je ziet dat zijn buik helemaal zilverachtig is, omdat hij allemaal lucht heeft gevangen. Tussen zijn haartjes, en dat neemt hij dan mee. Dus je weet wel dat er veel zit, maar het is toch wel verrassend altijd hoe ontzettend veel beestjes je dan in zo'n korte tijd vindt.